Sinds de intrede van COVID-19 moet onder weer het onderwijsproces het ontgelden. Stagnatie zijn aanpassingen die de leerlingen veel stress bezorgen. Toch gaan wij als samenleving een manier moeten vinden om ons onderwijs verder te ontwikkelen, aangezien COVID-19 niet meer weggaat. Hoe kunnen we dat doen? Daarover praten wij vanavond in Onder de Loep. En van harte goedenavond aan u allen. Welkom bij Onder de Loep, het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering behandelen we hoe we ons onderwijs verder kunnen ontwikkelen. Na de break stel ik mijn gasten aan u voor. Uw huis behoort lekker te ruiken. Uw kantoor hoeft geen stressvolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. En welkom terug, onze gasten vandaag, Cheryl Dijksteel, parlementariër namens de VAP en de bekende NPS-politicus Ivan Fernald. Welkom aan u beiden. Dankjewel. En niet te vergeten, onze gastcolumnist na lange tijd, Maggie Smeisje. En het wordt heel mooi vandaag. En we steken gelijk van wal. Mevrouw Dijksteel, wat vindt u van ons onderwijsproces? Ons onderwijsproces is verouderd. Maar dat weten we al lang. Onderzoek heeft uitgewezen dat systematisch maar een heel klein deel het hoger onderwijs haalt. Mm-hmm. Dat er veel drop-outs zijn al op de basisschool. En we moeten echt ingrijpen om dat te veranderen. We weten dat er een aantal pogingen zijn geweest en dat die onvoldoende zijn gelukt. Maar ik denk dat nu, ik noem het crisis is kans, de COVID-pandemie heeft ons eigenlijk gerestart. En het is nu de gelegenheid om ons onderwijs eindelijk goed aan te pakken, onder de loep te nemen. Ja, precies. En inderdaad daadwerkelijk stappen te ondernemen om dat te verbeteren ten faveur van het kind. Hè. Ja. En ook eigenlijk duurzaam. We praten over armoedebestrijding, we praten over sociale determinanten. Onderwijs is een van de meest belangrijke pijlers voor duurzame armoedebestrijding. Dus ja. We gaan een goed gesprek hebben met u. Ja, goed. Zonder, en we weten meneer Fernald, ja, het zit midden erin, maar zonder, gewoon aan het begin, hoeven niet echt nu diep in te gaan. Wat vindt u? Kansen om in elk geval de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren. Kansen om de doorstroming te verbeteren. En met doorstroming bedoel ik dus de efficiëntie van je onderwijs. Want je stopt er zoveel geld tegenaan. Je hebt zoveel human resources, dus mensen die daarmee bezig zijn. En dan kijk je van wat is de output. En dan kunnen we niet vrolijk zijn. Ja. We zijn ook niet vrolijk met betrekking tot de inhoud van het onderwijs. Onderwijscontent. Dus onderwijsinhoudelijke met andere woorden. Is de essentiële vraag van wat moeten onze studenten kennen en kunnen. Ja. En komt dat overeen met datgene wat in het curriculum staat. Ja, ja. Dus discrepantie tussen de dynamiek van de samenleving en het onderwijs dat behoudend is, dat doet zich gevoelen. Dus nu heb je kansen, maar je hebt natuurlijk ook
uitdagingen, zware uitdagingen. Kansen moet je benutten, maar je moet er wel voor zorgen dat je de randvoorwaarden in place hebt. En ja, er is veel gezegd over ons onderwijssysteem. Was het voor COVID-19 toch op een ander niveau dan nu? Nee. Kijk, ik heb de onderwijsontwikkeling op de voet gevolgd en ik heb ook cijfermatig de inefficiëntie, heb ik aangetoond. Met inefficiëntie bedoel ik dus de doorstroming, en dan moet ik concreter zijn. Laten we kijken naar het grote aantal zittenblijvers. Mm-hmm. Dat is verspilling van tijd en geld. Laten we kijken naar het grote aantal drop-outs. Dat zijn mensen die voortijdig de school verlaten. Niet gekwalificeerd, dat wordt takkie zonder diploma. Wat voor sociaal-maatschappelijk effecten heeft dat voor de samenleving als 12, 13, 14, 15-jarigen uitstromen? Zonder dat ze een behoorlijke kans hebben op de arbeidsmarkt. Dat is een tijdbom. Ja. Dus voor de corona was dat niet beter. Nu hebben we andere problemen, want je hebt te maken met een herstart van het onderwijs. Ja. In een COVID-situatie. Waarbij je het probleem hebt dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school zijn. Dus de effectieve lestijd vermindert. En dat legt nog grotere beslag, uitdagingen op de organisatie van het onderwijs in het coronatijdperk. Ja, en daarmee zien we dat het een constante struggle is. En mevrouw Dijksteel, meneer Fernand had het erover van, voor COVID was het al een probleem om kinderen die gestudeerd hebben of die afzwaaien in het arbeidsproces te krijgen. Nu met de situatie met corona, waarbij sommige bedrijven hun deuren moeten sluiten, zijn geen banen. Ja. Hoe verder? Hebben we tenminste al nagedacht hierover? In elk geval denk ik dat het belangrijk is dat we moeten vasthouden wat meneer Fernald ook zei. Ik zei het ook aan het begin, het crisis is kans. Je moet die kansen die je hebt, moet je benutten. We weten dat bijvoorbeeld Nederlands onze voertaal is. En dat er eigenlijk in de verre districten en bijvoorbeeld in het binnenland kinderen zijn die geen Nederlands thuis praten. Toch? Dat is een van de zaken waar we nu de kans hebben om naar te kijken. Van hoe moeten we dat aanpakken? Ik moet je een simpel voorbeeld geven. Stel je eens voor dat jij rekenen in Spaans moet doen. Ik lijkt me vreselijk om dat te moeten doen. Terwijl rekenen, taal, aardrijkskunde, dat zijn basisvakken die je zou moeten krijgen op de lagere school. Ja. Maar als ik 4-5 uren maar Nederlands praat op school en ik ga terug naar huis en ik praat een andere taal, en het is geen ver van mijn bed show, want het gebeurt net hier in Saramaca, zijn er genoeg kinderen die alleen op school Nederlands praten en teruggaan naar huis en een andere taal praten. Dus dat is één van de zaken. Ik denk dat dat één van de kansen is die wij moeten grijpen. En ik denk dat het beleid van het ministerie ook daarop is gericht. Van de kinderen moeten de basisvakken in hun taal krijgen. En dat moet gewoon doorgevoerd worden. Maar dat wordt dan een hele organisatie. Even een wantaal dat we niet eens goed kunnen regelen. Kijk, je moet natuurlijk één taal goed kunnen spreken. Ja. Ja. Ons probleem is dat we 100 talen slecht spreken. Ja. Ik generaliseer natuurlijk, anders voel je je beledigd. Ja. Dus zelfs als een tongen onder tak boem en schrijven helemaal. Ja. Toch? Want vraag me niet om het foutloos te schrijven. En het gekke van de zaak is dat we ons uiterste best doen om goed Nederlands te praten, goed Engels te praten en te schrijven. Maar het interesseert ons nauwelijks hoe we sanatongen schrijven. Dus we moeten in staat zijn om een taal goed te kunnen beheersen. Zowel uitdrukkingsvaardigheid als de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid als conversatie mondeling. Maar taalproblematiek is niet het enige probleem. En het vereist natuurlijk inderdaad goed onderzoek. Ik heb ook research gepleegd en je kunt je afvragen waarom de Haitiaanse kinderen die thuis Frans praten, in Paramaribo, waarom de Chinese kinderen die misschien maar
een jaartje in Suriname zijn, maar nog steeds niet zijn kom. Mm-hmm. Als ik naar mijn supermarkets kijk, dan misschien wel een nieuws niet zien. Maar ze doen het lang niet zo gek op school in Paramaribo. Ja. Terwijl Nederlands niet de voertaal thuis is. Ja. Dus het kan nooit alleen afhangen daarvan. Dus ik denk dat het meest belangrijke is dat wij investeren in kwalitatief hoogwaardige leerkrachten. De professionaliteit van de leerkrachten moet omhoog. Ze moeten ook de kans krijgen om te groeien. De opleidingsinstituten, de lerarenopleidingen, de pedagogische instituten, moeten aanzienlijk vernieuwd worden. Op basis van je beroepsprofiel. Hoe vinden wij, dat is een beroepsprofiel in dit geval, hoe een leraar moet functioneren? Wat zijn zijn bijkomende taken? Ja, ja. De leraar staat niet alleen maar voor de klas. De leraar is ook organisator van onderwijsprocessen, moet stimuleren. Ja, dat deden ze toen al. Maar leren om te leren wordt nu veel belangrijker dan vroeger. Ja. Je gaat niet alleen maar je kennis overbrengen op een heldere manier, maar je moet meer. Je moet dus de functiebeschrijving van de leraar moet worden aangepast. Maar anyhow, de essentie is wat ik zeg, investeer in de professionaliteit van je leerkrachten, dat ze in staat zijn om ook om te gaan met de grote diversiteit, differentiatie, maar daar komen we misschien later op. Oké, maar laten we even dan onze gastcolumnist vandaag, Maggie Smeit, even de kans geven om haar story te vertellen. Goedemorgen, mama. Hoort u me? Is het zo beter? Ja, we hebben wifi. Geweldig, hè? In huis niet, hoor. Maar die kinderen hebben me gewezen waar langs de rivier ik moet staan. Oh. Ja en nee. We delen het met z'n drietjes. 1 onderwijzerswoning. En we delen het met 3 collega's, ja. Maar ik weet dat ik schoolhoofd ben. Heb ik al gedaan. Ja, ik heb de inspecteur ook al gemeld. Mama, ik kan niet te lang praten. Ik moet nog baden. Nee. Geen badkamer vind ik niet zo erg. Geen toilet. Dat vind ik wel erg. U weet hoe vaak ik moet plassen 's nachts. Dus nu heb ik een petfles door de helft gesneden, dan is dat mijn po. Dan gooi ik het 's morgens stiekem naast dat huis leeg. Nou, die dag dat we aankwamen, had Simone diarree. Dat was pas een toestand. Vreselijk, ja. Want overdag is het echt niet makkelijk om een plekje te vinden waar je kan gaan. En we ook niet dat die kinderen juf er blote beel hebben gezien. Nou, het was vreselijk. Ik had echt medelijden met haar die dag. Ik had echt medelijden met haar. Mm-hmm. Nee, ja, we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Aha. Ai. Nou, enige probleem, echte probleem, water. Drinkwater. Ja, er is een Durotank bij de school. Maar dat is heel ver. En heel hoog. Uh-huh. Maar mama, iets anders. Kunt u bij Mina navragen hoe u dat pakketje precies voor me moet sturen? Nee, ik bedoel, ze zeggen ons steeds dat er geen plaats is op het vliegtuig. Die mensen hier. Maar ik ben er net, ik wil geen ruzie. Gaat u het voor me uitzoeken, alsjeblieft? Er is echt niets te krijgen hier.
Oh ja, ik weet niet wanneer ik weer naar huis kan komen. Ik weet niet of ik uw jaardag haal. Ze zeggen het is te duur om dan steeds op en neer te vliegen, alleen in de vakantie. Nee, mama, dat moet u niet doen. Oké. Ik moet nu echt gaan baden, ma. Dank u wel. Spreek ik u morgen weer? Oké. Dag, mama. En welkom terug. En dat was Maggie Smijs. Heel mooi gedaan. Maar de boodschap, dat is heel erg duidelijk. Ze heeft gewoon neergezet wat de leerkrachten allemaal, die vanuit Paramaribo daar naar het binnenland gaan, les moeten geven, onderwijs moeten verzorgen, meemaken allemaal. En dat is maar een glimp van het probleem. Meneer Fernand, ik begin bij u. Herkenbaar? Ja, ik ben een beetje stil van. Dit is een stukje van de realiteit. Een belangrijk stuk. Ik zeg een stuk omdat sommige delen natuurlijk wel beter gezegend zijn dan wat zij vertolkt. Maar dat is een stukje van de realiteit dat leerkrachten onder moeilijke omstandigheden daar in het binnenland hun werk moeten doen. En zij heeft de woonomgeving geschetst op een prachtige manier. Maar er is meer dan de woonomgeving, hè. Ze heeft ook aangegeven van water is het probleem, maar soms is het ook geen elektriciteit. En als je mij in het binnenland stopt en je neemt mijn wifi van me af en je neemt mijn physical fitness, ook mijn vrouw. Daar ben ik totaal geïsoleerd. Dus we moeten wel weten dat als mensen functioneren, dat ze sociaal moeten functioneren. En dat ze de natuurlijk de basic needs hebben. Basic, je moet standaarden hebben. Toch, je moet ook goed sanitair hebben. Maar er is wel een plan. De vraag is natuurlijk COVID-fonds en de beschikbare middelen voor het onderwijs zijn ten ene male onvoldoende. Ja, ja. En het moet nog blijken door handelingen van de politiek dat onderwijs prioriteitsgebied is. Dat moet ik nog gaan zien. Maar ik geef toe, we zitten in een financieel-economische crisis. Mm-hmm. We weten welk beleid daartoe bijgedragen heeft. En we moeten eruit zien te komen. Okay. En dat vereist natuurlijk een bepaald beleid om te investeren. Om weer terug te geven aan onderwijs en gezondheidszorg. Dank u wel. Ik heb Maggie niet eens bedankt voor haar prachtig stuk. Dank u wel, Maggie Smijt. Commentaar van mevrouw Dijkstra. Ik werd er even stil van. Wanneer je zo druk bent in de stad, dan, in de stad bedoel ik Paramaribo, dan vergeet je dat schoon drinkwater, elektriciteit, kunnen douchen, in een badkamer, naar het toilet kunnen gaan, alles wat ze heeft genoemd, dat dat niet vanzelfsprekend is in het binnenland. En niet vanzelfsprekend zoals wij denken dat het vanzelfsprekend moet zijn. Dus daar word je even stil van en dan begin je met, zo, tenminste ik, dan begin je dankbaar te zijn voor wat je hebt. En dan vraag je je af hoe je ervoor moet zorgen dat anderen ook deze basic needs moeten hebben. Zoals meneer Fernald aangaf, en ik wil daarop even inhaken, prioriteit dat onderwijs heeft. Ik ben meer vanuit de volksgezondheid hoek en ik zeg vaak, ook aan mijn studenten, het is minder over budget, het gaat minder over budget dan het gaat over de prioriteit die jij, in dat geval volksgezondheid en in dit geval onderwijs, geeft om dat op grotere hoogte te brengen, dat beter te doen. En er zijn wat lichtpunten in die zin dat bijvoorbeeld onze leerkrachten, uit onderzoek is aangetoond dat onze leerkrachten, ik dacht een rapport van de UNESCO, we hebben redelijk hooggeschoolde leerkrachten, als je dat vergelijkt met de regio, ja. Toch? Maar het systeem van ons, en
Daar geef ik meteen commentaar op de invalshoek van meneer Fernand. Het gaat niet alleen maar om de taal. Het gaat vooral ook om het systeem. Het blijven zitten, inderdaad. En ook, heel even inzoomen in detail, het uit het hoofd leren. Dat zijn zaken die allang uit de tijd zijn, toch? Ook de focus op vooral die theorie. Toch, er moet meer vakonderwijs komen. En het vakonderwijs, we moeten die kinderen leren, en ook ouders moeten dat leren, om dat ook te waarderen. Want we hebben alle specialiteiten nodig, toch? Ja. Dus ik zie me al loodgieten. Toch? Dus ik bedoel, we moeten, ik zal niet zeggen terug naar de basis, maar we moeten eigenlijk een mindshift maken over hoe we ons onderwijs willen inrichten. Ik denk dat er al ideeën zijn. Meneer Fennel heeft ook een aantal aangehaald. En daarna moeten we als leidinggevende in het land, en dan doe ik vooral op de regering, er is straks een herstelplan. Ik vraag mij af welke prioriteit onderwijs erin heeft. Hoe ziet het eruit? Hoe is onderwijs daarin geprioritiseerd? Toch? En als we dat hebben, dan hebben we een roadmap, hebben we een map, een plan over hoe we denken dat we onderwijs beter moeten inrichten. Want onderzoek heeft ook uitgewezen dat mensen tenminste 12 jaar onderwijs moeten hebben en een vak moeten kunnen leren om zichzelf in die economische wereld, om jezelf zelfvoorzienend te maken, toch? Ja. Om jezelf te kunnen bedruipen. Maar we zien, er is een onderzoek geweest over geweld. We zien dat 20% van de kinderen tussen de 8 en de 11 jaar, they are dropouts. Ja. En dat is 1/5 deel van die leeftijdsgroep. En dat is een verschrikking. Dus we moeten ingrijpend, met babystapjes, maar ingrijpend, het onderwijs hervormen. In de zin van, wat doen we met die taal? Ja. Nederlands is te moeilijk. Sorry, het is zo. In Paramaribo is het veel makkelijker dan in het district. En we hebben overal kinderen. Ja. We hebben niet alleen maar in Paramaribo kinderen. Ja. We moeten denken aan dat hoofdrekenen, of dat hoofd uit het hoofd leren. Dat moet echt eruit. Want kinderen moeten leren om toe te passen. En ten derde, het doorstromen. En daarover heeft meneer Fernald ook veel gezegd. Ja, het doorstromen, het blijven zitten. Dat wordt het nieuw beleid, doorstromen? Nou, kunt u zich vinden in dat beleid? Want de minister heeft het toch wel een paar keer aangehaald. Ja, maar dus je moet weten dat je denkt in een cirkelbenadering. Dat zijn even mijn woorden hoor. Je kunt niet de doorstroming aanpakken zonder dat je andere dingen doet. Laat me concreet zijn. In mijn boek heb ik ook cijfers gepresenteerd. Welk boek is dat? Het roer moet om. Misschien kunt u het even ophouden. Mm-hmm. Actieplannen voor beter onderwijs. Ja. Okay. Ik weet niet of het zo moet. Of dat jij het van me moet houden, ik weet niet. Ja, is goed. Oké, ja. Nou, dan heb ik cijfers geproduceerd enzovoorts. Hè. Ja. Maar die doorstroming is onhoudbaar. Tenminste, de inefficiëntie. Hè? Ja. Ik kom met cijfers en grafieken enzovoorts. Maar, als je praat over doorstroming, moet je ook praten over kwaliteitszorg. Ja. Je moet de samenleving, en de studenten, de ouders, maar ook de afnemers van, zeg maar bij vervolgopleidingen, maar ook de afnemers, maatschappelijke afnemers, want de school is leverantie. Mm-hmm. Van kader, je hebt ook afnemers, het zij een vervolgopleiding, het zij dus in het arbeidsproces, moet je de garantie geven dat de competenties die wij zeggen te ontwikkelen, ook ontwikkeld worden. Maar er zijn ook competenties die hard nodig zijn voor succes, die de school nog niet stimuleert. Dus daar moet ook aan gewerkt worden. Een voorbeeld. Mevrouw Dix heeft ook aangehaald, een stukje van budget. Dat niet echt nodig is, maar dat je, het is wel nodig, begrijp ik ook, maar dat eigenlijk in mindere mate dan wel het systeem op rails brengen. Wat zij probeert te zeggen is, en correct me niet wrong, ook al zou je, als je alleen
denkt aan budget. Ook al zou je dubbele geven, dan zou je nog niet tot significant betere resultaten leiden. Zou het niet tot significant betere resultaten leiden, als je niet tegelijkertijd een aantal andere zaken aanpakt. Ja. Ik denk dat zij dat bedoelt te zeggen. Want natuurlijk is het budget. Wat zijn de meest markante zaken, de randvoorwaarden eigenlijk om het onderwijs alvast op rails te krijgen? Waar men vaak niet aan denkt, het hoeft niet de belangrijkste te zijn, is dat het bestuursapparaat institutioneel versterkt moet worden. En wat bedoel ik daarmee? Het ministerie van Onderwijs, toch? De mensen die daar zitten, het apparaat, het bestuursapparaat, heeft behoefte aan topkader. Ik zeg niet dat er daar geen topkader is. Maar het moet aangevuld worden, want wil je in een transformatieproces sturen, wil je ingrijpende veranderingen teweeg brengen, dan moet je kunnen bogen op ervaring, op deskundigheid, op academisch geschoolde mensen, maar ook op specifiek deskundige mensen. Of het nou de inspectie is als toezichthoudend orgaan, want is de inspectie nu in staat om op een professionele manier een school door te lichten? Dat is bevraagd. No? En dat moet binnen de opleiding aangewerkt worden. Dus, en ik heb maar één element genoemd, ook curriculumontwikkeling enzovoorts. Ja. En er zijn er nog meer. Dus één is natuurlijk het bestuursapparaat dat behoefte heeft aan versterking. Want je bent bezig met een transformatieproces. Een transitie. Mensen moeten leren om op een andere manier te denken en op een andere manier te werken. Ja. Het veld moet erbij betrokken worden. Want 10 jaar lang, we hadden een regime waarbij leraren eigenlijk afgeleerd werden om initiatief te ontplooien. De directeur, ik heb goed contact in het veld. De directeuren van scholen die wilden niet op hun vingers getikt worden meer in die cultuur. Dus die zeiden van, en dat druk ik altijd zo mooi plastisch uit, die willen de hete adem van de minister niet in hun nek voelen. Ja, ja. Nu heb je een nieuwe situatie waarbij initiatief broodnodig is. Ja. En ik had het net tot slot, want anders gaat het te lang duren en de lijn moet gevolgd worden. Ik had het net ook op competenties die niet gestimuleerd worden. Het is belangrijk om wiskunde op een gegeven moment te beheersen. Mm-hmm. Het is belangrijk om of inspanningsfysiologie of natuurkunde of scheikunde, vaktechnische dingen. Maar wil je succesvol zijn in de hedendaagse samenleving, ook internationaal, dan moet je competenties hebben zoals initiatief. Ja. Zoals een kritische houding. Mm-hmm. Ondernemerschap. Ja. Dat is in de afgelopen decennia bijna eruit getimmerd op de basisschool. Ja, ja, en dat merk je vaker. Ja. En dat is tot slot ook niet vanuit het ministerie zelf gestimuleerd bij de directies van scholen. Nu hebben we een ander tijdperk, nu hebben we nieuwe kansen. Oké, en het is vooral nieuwe kansen, ja. En ik ben er toch al een tijdje bij als journalist. En ja, beleidsmakers of beleidsmaker, als je met ze praat, ze willen het beste met het onderwijs. Allemaal mooie plannen, alles mooi, alles. Iedereen weet hoe het verder moet met het onderwijs. En anno 2021 zijn we net daar. Zijn niet verder gekomen. Mm-hmm. Er is nu een crisis. Een crisis is ook kans. Nu moet het gebeuren. Het is de prioriteit die je geeft aan onderwijs, toch? Daarmee begint het. Als je een ideologie hebt, een visie over hoe het onderwijs in elkaar moet zitten, hoe het het beste werkt, hoe je het wil veranderen en eigenlijk hoe dat traject moet zijn na 5 jaar, na 10 jaar, dan moet je daar de regering mee krijgen. Je moet met cijfers, met data, moet je aantonen waarom het niet goed gaat, hoe het niet goed gaat en wat je daaraan wil doen. En ik heb de indruk, ik heb vaker geluisterd naar onze minister van Onderwijs, huidige minister van Onderwijs, en ik heb de indruk dat deze minister wel daadwerkelijk stappen wil zetten. Ik hoor haar vaker praten over het aanpakken van het doorstromen. En de grondslag die ze ervoor geeft, vind ik heel mooi. En eigenlijk is het logisch. Ze zegt, in vele van haar interviews heb ik gehoord, zegt ze, wanneer 10.000 kleutertjes voor die poort staan
en er in de vierde en de vijfde klas nog kinderen tussen de 14 en de 15 zijn, 13, 14, 15, is dat oneerlijk. Je moet een kind niet laten blijven zitten, ik geef een concreet voorbeeld, op bijvoorbeeld rekenen. Laten we zeggen, rekenen heeft 4 onderdelen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Het kind heeft voor optellen 10, het kind heeft voor aftrekken 8, het kind heeft voor vermenigvuldigen 7 en het kind heeft voor delen 3. Ja. Dan ga je dat kind afrekenen op, ze kan het niet rekenen omdat ze dat onderdeel van het rekenen niet kan. Zoals ik heb begrepen dat de minister het zegt, of dat, zodat ze wil invoeren, is dat dat soort kinderen, dat zij doorstromen en dat zij in de volgende klas door bijvoorbeeld een rekenspecialist worden bijgespijkerd, om het heel oneerbiedig te zeggen. Toch? Het wordt ze bijgebracht om op het niveau te komen waar ze moeten zijn voor die klas. Maar dat je dan niet hebt het zitten blijven, dat zwaar drukt op het zelfesteem van het kind, toch? Het zwaar drukt op het zelfesteem van het kind, eigenlijk veel te duur is, het is veel te duur voor ons. En de andere kinderen die vooraan de poort staan, die moeten beginnen met het onderwijs, het wordt gestremd. Ja. En dat is het doel dat ik denk dat zij heeft met het doorstromen. En dat is een goed begin. Okay. Maar iets dat we niet genoemd hebben, en dat toch wel in die column van Maggie duidelijk is geworden, is die waardering. Mm-hmm. Als we kijken van, we praten veel over, leerkrachten moeten dit doen, ze moeten meegaan met allerlei andere processen, ze moeten bijscholen, ze moeten allemaal wat ze moeten doen, top bottom. Maar als we kijken naar de omstandigheden, we praten niet eens over een betere beloning, mm-hmm. dan wel de omstandigheden te creëren om eigenlijk te kunnen presteren. Ja, die randvoorwaarden. Die randvoorwaarden, daar moet echt aan het lijkt, ik heb de minister, het zal aan mij liggen, misschien heb ik het niet gehoord, maar ik hoor weinig over hoe we die leerkrachten toch op dat niveau kunnen brengen. Alleen door een betere omstandigheid te brengen, zodat ze hun werk beter kunnen doen. Ja. Want daarvoor ben je als werkgever toch wel verantwoordelijk, of niet? Ja, ik heb gezegd dat je hoeft niet heel veel research te doen om te weten dat je zwaar moet investeren in de professionaliteit van leerkrachten. En de professionaliteit moet je natuurlijk wel gaan definiëren en uitzetten. Er zijn niet zo gek veel Surinamers die op de hoogte zijn van de, ik wil bijna zeggen, de mondiale ontwikkelingen. De transformatie, de mondiale ontwikkelingen en de vertaal, op het gebied van de technologie en de vertaalslag naar onderwijs. Je moet weten wat internationaal zich ontwikkelen is. Maar tegelijkertijd, dus je hebt die mondiale transformatie, mede als gevolg van de digitalisering, de technologie. Mm. Tegelijkertijd heb je de complexiteit van je eigen land met het verschil in kwaliteit tussen kustvlakte en het binnenland. Ja. En wij moeten één commitment maken. Nou, meerdere, maar één belangrijk. En dat is kwaliteitsonderwijs op het totaalgrondgebied van Suriname. Ja. Ook in het binnenland. En als je dat zegt, dan moet je je voorzieningen hebben. En niet alleen maar de infrastructurele voorzieningen, maar ook opleidingen. Dat die mensen die daar werken de gelegenheid ook krijgen om aan zichzelf te bouwen en topleerkrachten te worden. Dus dat is heel erg belangrijk. En er zijn andere incentives die je kunt geven. Ik heb in mijn boek ook een paragraaf over onderwijs in het binnenland. Omdat, ik kom uit de NPS en de NPS heeft, men mag zeggen wat men wil, maar zich nog het meeste bezig gehouden met education, ja, en ook education in het binnenland. Dus onderwijs in het binnenland. Een van de zaken is, geef de mensen incentives. Geef ze materiële incentives, maar geef ze daarnaast ook bijvoorbeeld de mogelijkheid. Om als je een x aantal jaren in het binnenland gezeten hebt, in het verre binnenland, ja, je hebt offers gebracht, dan mag je toch eerder uitstromen in de zin van, je komt misschien eerder in pensioen. Ja. Dus je bouwt je pensioenjaren op. Ja, ik heb niet gezegd dat het dubbel moet tellen, maar een formule waarbij je eerder kan uitstromen. En dat is ook wel een incentive om eerder gebruik te maken van je pensioen. Ik wil wel op één ding wijzen en dat is,
We moeten de vernieuwingen goed voorbereiden. Ik heb onderzoek gepleegd en ik heb al de recente vernieuwingen heb ik beschouwd. En ik kan ze noemen. De academische leraaropleiding die heel veel met veel haastwerk ontstaan is. Ik heb het lager beroepsonderwijs dat vernieuwd is, is vele miljoenen tegenaan gegooid, heb ik geanalyseerd. De nieuwe leerkracht, dat is dus een ontwikkeling gaande geweest afgelopen decennium, zeg maar professionalisering van de leerkrachten. IMIO, nieuwe stijl. Ja, daar was je zelf bij. Ik ben nou even, IMIO is een speciale opleiding, hè? En nou ja, ik heb daar 20 jaar als directeur gefungeerd, dus het heeft een speciaal plekje in mijn hart. En ik ben tot de conclusie gekomen dat geen van deze vernieuwingen het predicaat innovatie verdienen. Omdat ze niet geleid hebben tot de beoogde doelen, dus ik toets op effect en ik heb het aangetoond. Onvoldoende draagvlak, ook vanwege het niet betrekken en haastwerk. Want je bent gedoemd te mislukken als je niet gedragen wordt door leerkrachten en vakbond enzovoorts. Ook inconsistentie, dat wil zeggen sommige dingen waren met elkaar in tegenspraak. En als je dit weet, dan zeg je van laten wij deze innovaties goed voorbereiden. Ja. En laten we de randvoorwaarden in place brengen. Ja. Toch? Dus als we moeten niet wachten tot er een mensen overgaan naar een bepaald niveau. Ja. Al in de klas moet er zijn wat ik noem het principe van early detection en quick response. Ja. Toch? Dus je moet precies weten van luister, deze snapt niets van staartdelingen en daar is een assistent leerkracht. Er is een zorgcoördinator, er is een remedial teacher die met 10. Toch? Dus wij moeten weten dat we na die COVID nog nooit zo divers gezelschap hebben hoor. Ja. Leerlingen die op school komen nu, eentje heeft niets thuis kunnen doen, maandenlang niets. Je moet herhalen bij wijze van spreken. De andere heeft een milieu gehad waarbij hij internet had, waarbij zijn ouders hem stimuleerden, waarbij hij een tafel en een stoel had. Sommige leerlingen hebben niet eens een tafel en een stoel thuis. Huh? Oké, we komen daar straks op terug. Ik had het eerder over top-bottom, bottom-top. We horen vaak van wat leerkrachten, zoals ik eerder aangaf, allemaal moeten doen. Maar als ik zo naar meneer Fernand luister, dan moet er vooral input van beneden komen, zodat het ook gedragen wordt. Als ik aan iets heb gewerkt, dan is het toch likely dat ik er beter ga beheersen, dat ik het beter kan overdragen. Ja, klopt. U bent zelf ook docent. Ja. Hoe werkt dat? Nou, je zoekt een manier om, vooral in deze periode, dit tijdperk, zo efficiënt mogelijk en zo correct mogelijk je stof over te brengen. En het vereist inderdaad wat ik noem dat je uit je comfortzone gehaald wordt. Ja. Toch? En dat is die uitdaging. Ik vind dat een gezonde uitdaging, zolang die begeleiding goed is. Ja, ja. Toch? We zijn in Suriname heel erg traditioneel. Toch? Daarover wil ik het hebben. Als we iets hebben geleerd, zijn we daar heel vasthoudend over. Ja. En ik denk dat wat wij moeten leren, en dat is wat, wat corona met ons heeft gedaan, ik zei het al eerder, het is een reset. Wat we moeten doen is, we moeten accepteren dat je comfortzone eigenlijk stilstaan is. Wat we moeten leren in die, met al deze uitdagingen die uit verschillende hoeken komen, is dat we uit die comfortzone moeten komen, dat we uit de box moeten denken om ons doel te behalen. Elke docent, elke leerkracht, die heeft een doel, toch? Wat willen we bereiken? En dan moeten we die doelen voor onszelf stellen. En dan moeten we proberen om die doelen te halen. En ja, leerkrachten zeggen, ja, wat moet ik doen? Ik moet 40 SRD extra betalen voor internet per dag, enzovoorts, enzovoorts. De overheid moet ervoor zorgen dat er een klimaat wordt gecreëerd dat, nog een keer, we praten weer over randvoorwaarden. Ja. Dat die randvoorwaarden er zijn voor een groot deel, want waarschijnlijk ga je niet 100% van de randvoorwaarden halen, maar dat er voor een groot deel randvoorwaarden zijn waarbij ik als leerkracht
op een gezonde manier kan manoeuvreren. Ja. Dat ik op een gezonde manier alternatieven kan zoeken om mijn les zo goed mogelijk te geven. En dat houdt in dat ik ook rekening moet houden met kinderen die geen internet hebben. Toch? De studenten moeten, mijn dochter bijvoorbeeld, die moet een pakketje gaan halen op school. Ja. Toch? Niet omdat er geen internet is, maar ze zegt tegen mij, en het is heel simpel, hè? Die leerkrachten maken geen goede foto's, mama, van die les. Ja, want het gaat via internet. Toch? Mama, ik ben niet tevreden over hoe die foto's worden gemaakt, dus ik ga liever het lespakket halen. En dat is een simpel voorbeeld. Ja. Toch? Dus misschien een stukje training. Het is misschien makkelijk gezegd, maar het is wel logisch. Als je het niet doet, dan krijg je dat. Ja. Hoeveel leerlingen zijn er niet die niet tevreden zijn of niet kunnen werken met die foto die gemaakt is en er niets over zeggen en dan blijft het zo. Ja. Toch? Dus dat, als ze het niet verstaan, laten ze het precies, liggen. Ja. Precies. Dus wat we moeten doen is zoveel mogelijk randvoorwaarden creëren dat die leerkracht uit zichzelf genoeg ruimte heeft om op een goede manier die alternatieve methode van lesgeven, van doseren, kan uitvoeren. Oké, dank u wel. We gaan even naar een kort filmpje en dan zijn we straks terug. Het roer moet om. Actieplannen voor beter onderwijs. Ivan Fernald geeft in zijn boek een reflectie op de onderwijssituatie in Suriname. De beweringen zijn cijfermatig onderbouwd en de data zijn zorgvuldig verwerkt in grafieken. Ook worden de recente vernieuwingen onder de loep genomen, zoals de academische lerarenopleiding, het IMEAO Nieuwe Stijl, de Nieuwe Leerkracht, het Lager Beroepsonderwijs en de Herkansingsregels HAVO. De schrijver gaat ook in op het fenomeen bijles op grote schaal en vroege schoolverlaters. De auteur houdt verder een warm pleidooi voor beter onderwijs in het binnenland. Uiteindelijk wordt er in de bijlage een overzicht van maatregelen gepresenteerd om het onderwijs op een goed spoor te brengen. Dat was het boek van meneer Fernald, Het roer moet om. En daar zijn we er allemaal over eens dat het roer om moet. Maar hoe? Wat pak je als eerst aan? Prioriteiten? Randvoorwaarden? Dank je dat ik ben aangenaam verrast met die clip. De clip is ingesproken door Ernesto Müller. Ik wist niet dat jullie zouden draaien, dus dank u wel. Het boek is... Ja, laat me ingaan op de vraag. Kijk, belangrijk is dat de stakeholders, misschien moet ik zeggen de totale samenleving, moet weten waarmee wij bezig zijn. Ja. Die communicatie. Niet alleen die communicatie. Waarmee is meer dan dat. Waarmee zijn we bezig? Ja? En... Op dit moment zijn er een aantal maatregelen die nodig zijn, maar die discutabel overkomen. Er zijn mensen die de minister veroordelen van Sapsanga, vrouw jongen. Dus wacht eens even, in mijn tijd, en niemand blijft meer zitten, men stroomt door, het wordt een janboel. Het wordt een janboel, ja, als je dingen niet in relatie met elkaar uitvoert. En men moet begrijpen wat het inhoudt. Dus de meest belangrijke drie vragen zijn: wat wil de minister met het onderwijs? En ze weet het heel goed. En ze heeft het natuurlijk ook al verteld. Maar niet-insiders, die hebben deelfragmenten en die kunnen die verbanden niet leggen. Okay. Dus de eerste vraag is: wat wil je met het onderwijs? De tweede is: waarom wil je dat? Ja. Waarom wil je dat? Dat kan je ook onderbouwen. En de derde vraag is: hoe komen wij daar? Hoe wordt het geïmplementeerd? En ten aanzien van de derde vind ik dat we meetmomenten moeten hebben van het traject. We moeten prestatieindicatoren gaan formuleren voor het ministerie van Onderwijs,
voor scholen. En leerlingen moeten ook weten van dit verwacht ik van jou. Dus ik heb in een nutshell drie essentiële vragen gesteld. Waarom? En dat moet worden uitgewerkt. Want ik status quo handhaven, dat wil zeggen de huidige situatie, is geen optie. Nee. Maar we moeten wel weten dat we het goed moeten voorbereiden. Dat leerkrachten precies weten wat van hun verwacht en verlangd wordt. Maar dat ze daar ook de begeleiding krijgen. Mm-hmm. Dat de inspectie niet alleen maar een stok heeft, is een toezichthoudend orgaan, maar dat in kielzorg van de inspectie een begeleidingsorgaan is. En ik weet ook dat daar nagedacht wordt op het ministerie. Maar de samenleving heeft dus behoefte aan antwoorden op de drie kernvragen. Ja, maar nu zien we, en alles overvalt ons direct met deze COVID-situatie, in één keer. Waar begin je? Want dingen zijn belangrijk, zoals meneer Vennen, maar je moet ergens beginnen. Nou, bij het begin, bij de eerste vraag. Nee, inderdaad, die informatie, dat is niet alleen maar die communicatie, maar vooral die informatie, wat dat inhoudt, waarom het nodig is en meer voor de insiders. Hoe ga je dat doen? Ja, maar even deze vraag erbij. Maar je zit er nu middenin. Ja. Ga je dat ding reformen, ga je dat systeem reformen terwijl je bezig bent? Dat zou je moeten doen. Je gaat het niet anders kunnen. Je hebt nu geen kans. En geen tijd. Ja. Het is juist, men noemt het in public health the window of opportunity, om aan te pakken. Het is een periode die misschien nog 2-3 jaar gaat duren voor wat betreft de volledig gevaccineerd zijn van onze bevolking. Mm. We weten niet of er golven nog meer komen, we weten niet hoeveel er komen, we kennen de intensiteit niet. Dus wat we moeten doen nu is, wat kan je nu aanpakken? Dat moet je nu aanpakken. En het begint inderdaad met die eerste vraag. Dat die informatiestroom dat wordt gegeven. Ja. En dat, dat men begrijpt waarom die maatregel getroffen moet worden. Oké, dat vraag. En als parlementariër heeft u ook een belangrijke rol in deze. Ja. En wat gaat u precies doen? In elk geval de minister, ik ben goed in contact met de minister. De minister ondersteunen in haar, in haar traject, in haar willen doen wat zij moet doen. En natuurlijk kritisch. Samen met, want ik ben onderdeel van de vaste commissie van onderwijs, toch? En samen met de vaste commissie nagaan hoe we dat door middel van bijvoorbeeld wetgeving, want dat is onze hoofdtaak, toch? Door middel van wetgeving, hoe we dat in goede banen kunnen geleiden. Oké, meneer Vernald, u bent ook van dezelfde partij als de minister. Is er wel, deliberen jullie soms over, nou niet soms, hierover? Ik ondersteun de minister, niet alleen omdat als persoon, vanwege onze hele goede, langdurige, vriendschappelijke relatie, maar meer nog om het product onderwijs. Want we kunnen ons geen fiasco veroorloven. En de ondersteuning is niet alleen morele ondersteuning, maar de ondersteuning is ook intellectuele ondersteuning, het presenteren. Dus in elk geval is het zo dat zij van mij een document heeft ontvangen. Okay. Dus dat mag ik zeggen. En ik neem aan dat ze verder ermee aan de slag gaat. Ik denk ook dat er is een crisis in de wereld als gevolg van die pandemic. Ja, we zitten al in de derde golf. En het heeft het sociaal, economisch en cultureel leven ontwricht. Ja. Ja, ik ben gisteren thuisgebleven, niet omdat ik... ik heb geen kritiek met betrekking tot die lockdown hoor. Maar ik ben thuisgebleven, onder normale omstandigheden zou ik niet thuis zijn gebleven. Maar dan had ik ook niet kunnen werken aan mijn tuin. Dus het heeft zijn voordelen. Dus het is sociaal-maatschappelijk. En het is een war. Dus je moet je voorstellen, er is ook een crisis in het onderwijs. En als er een crisis is onderwijs, dan moet je een crisisbeleid hebben, maar tegelijkertijd moet je een structureel beleid hebben. Ja. Dus je hebt een actualiteit, wat is de acute dingen, maar ook wat is structureel. En dan moet je goed voorbereiden. Tweesporig. Want
afwijzen, ongemotiveerd afwijzen, daar heb ik geen boodschap aan. Nee, precies. Maar loyaliteit wil ook zeggen dat je kritisch blijft, dat je erop zit en dat je met concrete, werkbare voorstellen komt. Ja. Ik denk ook dat er in navolging van volksgezondheid, dat er misschien ook een outreach management team moet komen voor onderwijs. Ja. Die af en toe ook op de televisie komt en ook uitlegt. De minister heeft het beleid. Kijk, als minister heb je natuurlijk de eindverantwoordelijkheid en dan heb je ontzettend veel dingen te doen. Je moet beleidszaken goed in de gaten houden. Je kunt niet altijd in de uitvoering zitten. Ja, zie van dus de pelers toch? Het is belangrijk dat de minister af en toe communiceert met de samenleving. En ik moet toegeven dat zij dat heel goed doet. De toon die ze aanslaat naar de leerkrachten op een respectabele manier. Hè? En heel eenvoudig. Maar outreach, cursusteam, managementteam zou ook uit moeten komen. Okay. En meer in detail zaken uitleggen, zodat de informatie goed doordringt. Want er is een crisis in het onderwijs. Ja. Oké, mooi. En dat weten we met z'n allen. Ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van dit programma. Ja, we kunnen uren doorgaan, maar ja, we zijn ook aan tijd gebonden. En de uitzending moet verder. Maar ik dank u wel voor uw komst naar de studio. En dat u kennis met ons, met de kijkers thuis, hebt willen delen. Natuurlijk, het is een ongoing proces, dus we kijken er naar uit om u weer te ontvangen in de studio om verder te gaan. Over dit. Misschien kunnen wij een beetje OMT spelen. Dat is graag gedaan. Erbij. Nee, tot zover deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Voor een andere aflevering, gewoon de volgende week, maandag rond deze tijd. Goedenavond en tot de volgende.